Hoi, goed dat je kijkt naar de screencast van paragraaf 2, hoofdstuk 3. Deze paragraaf heeft als titel Werk in de fabrieken gaat over de gevolgen van de industriële revolutie. De eerste screencast ging over de oorzaken van de industriële revolutie, met name in Engeland. Als we kijken naar de gevolgen van de industriële revolutie, onderscheiden we positieve gevolgen en negatieve gevolgen. Positief staat tussen aanhalingstekens, omdat bij sommige gevolgen je af kunt vragen of het wel werkelijk positief is. Dat zal van persoon tot persoon verschillen. De positieve gevolgen zijn achtereenvolgens modernisering, kapitalisme en er komt een definitief einde aan de standaardsamenleving. De negatieve gevolgen zijn slechte werkomstandigheden en slechte leefomstandigheden. Aan het laatste stukje wijden we een heel nieuwe paragraaf en daar zal dus ook een nieuw filmpje over komen. Wat is modernisering? Modernisering had in de eerste plaats te maken met dat mensen en bedrijven niet meer afhankelijk zijn van wind- en waterenergie. Door de komst van de stoommachine konden er nieuwe fabrieken worden ingericht op plaatsen waar geen rivieren stroomden of die ook konden draaien als de wind niet draaide. Modernisering wordt zichtbaar in de vorm van infrastructuur. Zo kwamen er overal spoorlijnen. Spoorlijnen die ervoor zorgden dat goederen en mensen over het spoor vervoerd konden worden. De mobiliteit nam toe. Modernisering kwam ook naar voren in het productieproces. Er kwamen, na verloop van tijd, lopende banden. Er was sprake van dat er veel van dezelfde kwaliteit kon worden gemaakt. Eerder was één ambachtsman bezig met één product en dat duurde lang. Later in fabrieken werkten meerdere mensen aan één en hetzelfde product, met als gevolg dat de kwaliteit constant bleef en er veel meer geproduceerd kon worden. Ook op het gebied van infrastructuur is de komst van de stoomschepen. Door aanleg van kanalen werd ook hier de mobiliteit van mensen en van producten vergroot. Opkomst van het kapitalisme wordt ook gezien als een positief gevolg van de industrialisatie. Wat is kapitalisme? Kapitalisme heeft vooral winst als drijfveer. Het wil door middel van zoveel mogelijk verkopen en de kosten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk winst te maken. Geld staat centraal. Niet langer bezit, niet langer waar je geboren was, maar dus vooral je geld stond centraal binnen het kapitalisme. Het kapitalisme vond vooral gretig aftrek onder particuliere ondernemers. Het was een beweging gesticht en gestart en op gang gebracht door individuen, door mensen die een eigen bedrijf hadden en daarmee probeerden zoveel mogelijk winst te maken. De overheid speelde daar dus een minimale rol in. De prijzen van goederen en de lonen die mensen betaald kregen werden vanaf nu bepaald door vraag en aanbod. Niet was belangrijk hoeveel je wilde betalen, belangrijk was hoeveel vraag er naar was. Als er veel vraag naar een product was, dan kan een ondernemer ervoor kiezen om de prijs omhoog te gooien. Immers, veel mensen willen het hebben. Voor lonen geldt hetzelfde. Op het moment dat heel veel mensen hetzelfde werk willen doen, dan zullen de lonen kunnen dalen, omdat mensen toch wel voor dat loon aan het werk willen. Kun je geen werknemers vinden, dan kun je overwegen om je loon omhoog te doen, om het op die manier aantrekkelijk te maken voor mensen. Binnen het kapitalisme worden prijzen en lonen bepaald door vraag en aanbod. Ook is er sprake van toenemende concurrentie. Binnen het kapitalisme, als iedereen winst wil maken, betekent dat als ik bakker ben en mijn buurman is bakker, dat we allebei zoveel mogelijk winst proberen te maken. Nou, als klanten die ook naar mij zouden kunnen gaan, naar mijn buurman gaan, dan gaat het ten koste van mijn winst. En dus moet ik gaan concurreren, moet ik gaan nadenken over mijn prijs of mijn kwaliteit, om te zorgen dat mensen bij me binnenkomen. Op die manier kan ik dan winst maken. In deze grafiek gaat het vooral nu even over de rode lijn. Deze rode lijn geeft aan dat als de hoeveelheid van iets, het werknemers, het zij een product, heel laag is, dat dan de prijzen omhoog gaan. Hoe meer er van iets is, hoe lager de prijzen zullen zijn. Dat is even belangrijk in deze grafiek. Dat is hoe je deze moet bekijken. Er kwam dus een einde aan de standaardsamenleving. We hebben gezien in de Franse Revolutie dat die standaardsamenleving al op zijn laatste benen liep. Maar door de komst van het kapitalisme en de komst van de industriële revolutie werd dit eigenlijk de genadeklap toe.
kreeg die standaardsamenleving de genadeklap toegediend. Waarom? In een standaardsamenleving was je bezit was het belangrijkste wat je had. Je positie in de samenleving werd bepaald door je geboorte en vaak ook door bezit. In klassensamenleving, want die ontstaat naarmate de industriële revolutie verder vordert, in een klassensamenleving wordt je positie in de maatschappij bepaald door je kapitaal, door het hoeveelheid geld die je hebt. Hoe meer geld je hebt, hoe belangrijker je wordt. En daarbij maakt het dus niet meer uit waar je geboren bent. Slechte werkomstandigheden. Nou, welke slechte werkomstandigheden zijn er allemaal? Allereerst die van de lange werkdagen. 14, 16 uur per dag was geen uitzondering. Het werk dat je moest doen was vaak eentonig. Lopende bandwerk werd al even genoemd en dat betekent dat je de hele dag op je plek hetzelfde werk moest doen. Er gebeurde in fabrieken ook regelmatig ongelukken. We hebben gezien dat de overheid geen rol speelt in het kapitalisme, dat winstbejag iets is van ondernemers zelf. Hoe kun je zoveel mogelijk winst maken door je kosten laag te houden? Dus werd er niet geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen, werd er niet gekeken naar loon. Verhoging, werd er niet gekeken naar arbeidsduurbeperkingen. Hè? Mensen moesten gewoon lang aan het werk. Waarom? Omdat simpelweg deze mensen geen keuze hadden. Je moest wel, anders kon je geen geld verdienen. De lonen waren laag. Hier zie je een illustratie waarin een dikke, welgestelde man, welgestelde mensen in deze tijd werden altijd afgebeeld als dik, omdat dat betekende dat zij geld hadden om eten te kopen. Hier zie je hoe arbeiders worden uitgeperst, afgeperst. Waarom ook weer? Nou, vanwege het simpele feit dat je wel aan het werk moest. En er was een overschot aan arbeiders. Iedereen wilde aan het werk. En dus konden fabriekseigenaren lage lonen bieden. Je hoefde niet per se een hoog loon te bieden, wilde je mensen aan het werk krijgen. Iedereen wilde toch wel, ook al kregen ze slecht betaald. En tenslotte was er veel kinderarbeid. Kinderen moesten, net als hun ouders, bijdragen aan de inkomsten van het gezin en werden dus gewoon naar de fabriek gestuurd en kregen daarvoor vaak minder betaald, terwijl ze net zo lang aan het werk moesten. Dat deze slechte werkomstandigheden leiden tot slechte leefomstandigheden werkt natuurlijk niet de verbazing. En deze slechte leefomstandigheden worden hier op deze afbeelding worden ze geïllustreerd doordat de rivier de Theems in Londen haar zogenaamde kinderen aanbiedt, onder andere cholera. De tekenaar wil hiermee duidelijk maken dat de rivier zo sterk vervuild is dat mensen dat desondanks moesten drinken en dat daardoor kinderen en mensen om het leven kwamen. Het was een duidelijke protest, een duidelijke aanklacht tegen de vervuilde staat van die rivier. Afsluitend kunnen we dus zeggen dat de industriële revolutie grote gevolgen heeft. Namelijk, er wordt op grote schaal geproduceerd. Er ontstaat een moordende concurrentie. Vanaf nu werd je positie in de samenleving bepaald door het kapitaal en niet langer door je grond of je geboorte. Doordat er geen controle was, zoals gezegd, het kapitalisme was in handen van particuliere ondernemers, niet van de overheid. Er was geen controle, daardoor konden grote misstanden ontstaan. Grote misstanden zijn dingen die echt niet door de beugel kunnen. En daarbij moet je denken aan ongelukken, lange werktijden, lage lonen. Inmiddels hebben we een overheid die dat probeert, die daar oog op houdt. En dat leidde tenslotte tot slechte leefomstandigheden voor de mensen die werkzaam waren in de fabrieken.